trouwens even kijken. Hallo, 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 sport. Nee, nee. Nee, terug, terug. We gaan niet smokkelen. We gaan niet smokkelen. Sport even van de trappetje af. Ja, 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 ja. Gelijke monniken, gelijke kappen. Dus als ik het goed begrepen heb, sport, zijn jullie er klaar voor? Ja, want jullie stonden zwartel op het podium. Nou, wees er voorbereid. Hier komen ze. De sport. Team sport. Wij hebben vanavond weer een nieuwe aflevering van Waland Sport. Dan nu ons team sport. Dirk-Jan de Jong, onze onbekende aanwinst van dit jaar. Luc, onze Lucky Luc, nog sneller dan de schaduw. En Tané, ja, daar ben je echt altijd alles mee. Eva en Claudie, vorig jaar op stage geweest en nu weer eindelijk terug bij de selectie. Ja, en dan Troy Verlangen, onze bedverwarmer. En dan hebben we Jeroen, onze vliegende coach. En Robin, nou ja, die had alleen het zwemmen gezien. Kalla, onze topper in zware tijd. En Marco B, ja, die doet voor de gezelligheid mee. Marco A, de langste man van het team. En weet je wat, die neemt het hoogspringen misschien. Colin, hebben we het hele jaar al zin in. En Ivana, onze medecoach. Ja, dan houden we er nog eentje over. Ondanks ons wegvallen van Nick Wever, onze topper, moesten we een nieuwe topper zoeken. Na lang vergaderen waren we er eindelijk uit. Bastiaan Houtenbos! Bastiaan, geweldig atleet, altijd vol vertrouwen. Waarom zo graag bij Team Sport? Nou, het is Sportweek Waaland en het team heet Sport, dus ja, dat lijkt me logisch. En hun yell van over die boerenkool, dat vergeet je toch niet? Ja, die vind ik ook goed, gast. Die is echt goed. Maar Team Sport, gezellig, sportief en altijd strijdlustig. Wat ga jij toevoegen aan dit team? Nou, nog meer gezelligheid natuurlijk en punten pakken, want ik wil altijd winnen. Kijk, zo mogen we het horen. Maar bedankt voor dit kort maar krachtige interview, want ja, we hebben tenslotte maar 10 minuten deze avond. Hey, bedankt. Je mag je klaarmaken voor het rode draadspel. En altijd traditie in dit spel is het fietsspel. We hebben drie toppers in ons team die het volgende week ook weer moeten doen. Aan de rechterkant hebben we Marco Houtenbos. Aan de linkerkant hebben we Dirk-Jan de Jong. En in het midden hebben we Eva Nodeman. Beetje voorbereid? Blij mee. Jij moet het gaan maken. Ja, alles goed. Eva? Zwaar getraind in deze week, maar... Marco? Ja, barre oefeningen. Maar nu moet het gebeuren, Dirk-Jan. Jij moet je bewijzen. Zijn jullie er klaar voor? 3, 2, 1, pop! Ah, Dirk, je hebt een vertrouwen. Dirk gaat als een malle. Marco, je hebt op zijn kop. Dat gaat niet goed. Marco neemt de middenbocht. Ja, komt ie. Zij en zij. Marco blijft nou weer. Kom Dirk. Eva, kom, zit aan. Oh, Dirk gaat er vandoor. Oh, Dirk, heb hem te pakken. Dirk, jongen, wat doe je nou? Dirk, je blijft houden, kom op. Dirk. Kijk, Eva. Oh, die heeft hem erin zitten. Spannende strijd, het is niet te geloven. Oh nee.
Zij er zijn! Zij er met z'n drieën aan zijn! Oh, wat is dit? Wat is dit? Wat spannend! Oh! Oh! Dylan! Wat doe je nou? Eva en Marco! Eva en Marco! En het is Eva! Ja, ik ben het van die mannen! Ah, dit is toch geweldig! Dirk, valt een beetje van je tijd. Ja, mijn feit is dat vast. Ah, klopt. Oké, dat was het speechspel. Het was weer allemachtig spannend. En dan gaan we nu verder naar petje op, petje af! Oké, en dan nu petje op, petje af. We gaan door naar de eerste vraag. In welk jaartal is Team Sport opgericht? Petje op 2007, petje af 2006. En de vraag is, het antwoord is, petje op 2007. Nee. Hoeveel teamleden doen al vanaf het begin aan mee? Petje op 9, petje af 8. En het antwoord is petje af 8. En gelijk door naar vraag 3. Wat was het eindaantal punten van Teamsport in 2010? Petje op 67, petje af 66. Petje af 66. Helaas 1 puntje minder als de All-Stars, maar dat gaat dit jaar helemaal goed komen. Even kijken, hoeveel hebben we er nog over? 1, 2, 3. De jury is af, mooi. Dan gaan we door naar de benaderingsvraag. We hebben in de sportweek hebben we tegenwoordig altijd het rode draadspel. Dat is standaard tegenwoordig. Bastiaan, kom naar voren. En dan de vraag luidt, hoe lang denken jullie dat Bastiaan over het rode draadspel doet? Ik denk 30 seconden. Ik denk 10 seconden. Ik denk 15. Oeh, jullie denken dat hij rap is. Bastiaan, wat denk je er zelf van? Geen idee, ik ga mijn best doen, want ik voel me niet echt comfortabel zo. Nou, oké. Ben je klaar? Ja. Klaar voor de start? Af! Dat was 12 seconden! Wie had er, dichtst bij? Wie had? Ik had 10. Dan zit jij dichtbij. Gefeliciteerd. Deze prachtige prijs mag jij mee naar huis nemen. En warm goed. Dit was de presentatie van Team Sport. We willen jullie bedanken voor het kijken en een sportieve sportweek toewensen. Dank u wel. Ja, geweldig. Team Sport. Nou, dat was weer heel iets anders, hè. Moet niet bij reclame schrijven. Nog lang niet. Nou, ik wil toch even je mening weten. Vond ze enorm leuk.